Wij zijn het expertise-netwerk op het gebied van verslavingskunde in Brabant. En wij werken aan een gezonder, een veiliger en een socialer Brabant. Met Vitale Teams wil ik bereiken dat medewerkers en teams bewust zijn van hun eigen kracht en hun eigen belangrijkheid in het creëren en oplossen van mogelijkheden. Ik denk dat Vitale Teams van belang zijn omdat het jou de ruimte geeft om regie te nemen over je werk en zingeving te hebben in jouw werk. Te doen waar je goed in bent en de beste zorg te kunnen leveren voor de cliënt. Iedereen wist wel van, hey, dingen lopen niet en toch bleven we achter de feiten aanlopen. En door het nu eens echt rigoureus aan te pakken, heb ik het idee dat je eindelijk de goede kant op gegaan bent met z'n allen. In het begin waren veel mensen sceptisch en waren mensen heel erg bang dat ze vooral veel meer werk zouden krijgen. Cijfertjes en Excel-bestanden en daar was ik helemaal niet goed in. En nou blijkt eigenlijk uiteindelijk dat dat wel gewoon heel goed gaat. Zoals hoe ga je met elkaar om, zoals hoe nemen we onze verantwoordelijkheid, zoals hoeveel ruimte nemen we en krijgen we, hoe geef je leiding aan vitale teams. Het meest trots ben ik erop dat vitale teams is gaan leven bij individuele medewerkers en bij de teams zelf. Dus het heeft me eigenlijk ook wel wat zelfvertrouwen gegeven en ik word gewoon heel enthousiast van, omdat mijn team daar ook heel enthousiast in wordt. Je kunt vrij makkelijk contacten leggen en dan dus makkelijker keuzes maken of dingen gaan inzetten. Eigenlijk van de typemiepen die braaf achter de laptop of achter een computer zitten en uitvoeren wat er gezegd wordt, tot een zorgadministratie die op de hoogte gehouden wordt, die daarin ook zijn rol mag en kan pakken van, ho even, nou gaat er hier iets fout, ik ga dat eventjes melden. En dat wordt ook in de meeste teams steeds meer geaccepteerd, omdat ze zien dat het ook heel hard nodig is. We durven elkaar op aan te spreken, we durven elkaar te bevragen zonder aangevallen te voelen. Onze teamleider steunt ons hier ook enorm in. Ik ben er ontzettend trots op dat medewerkers die eigenlijk soms handelingsverlegen zijn, het toch opgepakt hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen en daarover verantwoording af te leggen. Ik zie ook de resultaten van de dingen die we doen, maar ik zie ook de resultaten bij de cliënten. Cliënten benoemen ook dingen van, goh, wat fijn dat we dit nu meer doen of dat hier meer aandacht voor is. Dat we met z'n allen verantwoording hebben gedragen om Novi de Kentron uit de crisis te krijgen waar die vorig jaar in zat. En hoe meer je daarover hoort en hoe meer erover geschreven wordt in de krant en op het nieuws, maar ook op NK-net, denk je bij jezelf, wauw, dat hebben wij gewoon gedaan. En als je dan op het eind van een DBC-periode een DBC valideert en alles springt op groen, dan heb je zoiets van, yes, dat hebben wij gewoon heel goed gedaan. Maar juist doordat je het zijn vruchten af ziet werpen, doet het wel, dat doet mij in ieder geval heel veel plezier. En ook wel dat ik denk van, yes, weet je, hier doen we het voor. En dat geeft een heel tevreden gevoel, terwijl we, weet ik hoeveel jaren achter elkaar in november, december bijna moesten overwerken om alle foutlijsten, verwacht ik dat we dit jaar nauwelijks foutlijsten zullen krijgen. P5Com is een professioneel bedrijf, een betrokken bedrijf en ik heb hem echt ervaren als co-creatie. Ik vind de samenwerking met P5Com positief. En een van de dingen die P5Com in ieder geval voor mij persoonlijk doet, is randvoorwaarden creëren. Duidelijkheid in wanneer we wat gaan verwachten, maar ook als wij gewoon van de organisatie niet genoeg tijd krijgen, dan zorgt P5Com ervoor dat er via onze leidinggevende tijd gemaakt wordt. Dus aan de ene kant vrijheid, aan de andere kant toch wel die structuur. En dat heeft ons toch ook wel als team ook wel een stuk dichter bij elkaar gebracht. Heel bereikbaar, toegankelijk. En ik heb eigenlijk altijd ervaren dat ik altijd een beroep kan doen, altijd kan bellen. Ja, waardoor je samen tot goede oplossingen komt, ideeën komt. Ze hebben meegedacht over de veranderkundige aanpak van Vitale Teams als project. En dat betekent dat we samen opgetrokken zijn in het pad van veranderkunde. Maar hebben wij zelf een opdracht om verder te gaan als NK met Vitale Teams en Vitale medewerkers. En om dat als leidinggevende en als ondersteunende diensten van alle kanten uit te bevorderen.